capture the moment. Is it in? When it's right. Feyenoord scoort via Tony Villena. Helemaal niet koud. En er zit er alweer in. Dirk Kuyt, nummer 8 van het seizoen al. Steekpaas op Villena. Villena. De eerste seizoenshelft heeft 36 punten opgeleverd in de competitie en Feyenoord staat in de kwartfinales van de KNVB-beker. Had u daar als technisch directeur van tevoren voor getekend? Ja, daar had ik voor getekend, absoluut. We zijn natuurlijk van start gegaan met de nieuwe hoofdtrainer, Giovanni van Bronckhorst. Nieuwe staf, Jan Wouters is erbij gekomen en de mensen die er al waren met Jean-Paul van Gastel, Patrick Lodewijks, Arno Philips. Daar zijn we van start gegaan met een aantal nieuwe spelers in de selectie. Die altijd weer eventjes hun weg moeten vinden en zich even moeten aanpassen. Ik denk, nou, als we dan 36 punten halen, het is in ieder geval het hoogste aantal punten sinds ik bij Feyenoord ben. En ik denk de jaren voor mij is het ook al een hele tijd geleden dat er 36 punten gehaald werden in de winterstop. Dan teken je daar op voorhand voor, absoluut. Er waren wat spelers vertrokken, waaronder Jordi Klaasje als hoofdrolspeler natuurlijk. Maar ook Elvis Manu ging weg, Jean-Paul Beweetjes. Ja. Er kwamen nieuwe spelers weer terug. Was het een makkelijke overgang? Het was een hele lange zomer op dat vlak. Ik denk dat ik nooit zo'n lange, drukke transferperiode heb meegemaakt. Die al heel vroeg in de transferwindow begon. En eigenlijk pas eindigde een paar dagen voor 31 augustus. Nou, toen waren de zaken rond met heel veel uitgaande, maar ook heel veel ingaande transfers. En daar waren we eigenlijk wel heel erg tevreden over hoe dat uiteindelijk verlopen was. En hoe die selectie er op dat moment uitzag. Maar dat was een hele drukke en lange periode is dat geweest. Ja, en dan ga je kijken hoe loopt dat, hoe start je. Nou, de start die was prima, de voorbereiding nog niet zo qua punten. We verloren van Olympiacos Piraeus en we verloren van Southampton en we verloren van VVV. Dus wat dat betreft moest het wel in de competitie beginnen. En dat gebeurde ook. Dus we hadden op punten hadden we een heel behoorlijke start. En die hebben we doorgetrokken. En nou, je gaf net terecht al aan, we zitten nog in de kwartfinale van de beker. Dus we hebben toch drie eredivisionisten hebben wij uitgeschakeld. Hè, met PEC Zwolle, dat was de finalist. En het jaar daarvoor waren ze zelfs de bekerwinnaar. Ajax, altijd lastig natuurlijk. Nou, die winnen we ook. Willem II, dat was de derde. Nu hebben we de vierde geloot met Rode JC. Dus daar zit geen enkele Jupiler League club of amateurclub zit daarbij. Dus wat dat betreft hebben wij onze tegenstanders wel gehad. Maar wij doen mee en we willen ook tot de finale. Tot en met de finale willen wij meedoen. Dus daar moet je tevreden over zijn. En wat je terecht zegt, de 36 punten, dat zijn er veel. Gelukkig wel, we hebben daar hele aardige wedstrijden bij, goede wedstrijden bij, goede overwinningen bij. Ja, en wat mij betreft twee teleurstellingen. En dat zijn ADO Den Haag uit en NEC Nijmegen uit. Ja, dat zijn twee verliespartijen. Dat zijn voor mij de twee grootste teleurstellingen. Goeie bal zeg, en de kans en de goal. En een hele mooie ook van Elia. Namen naar voren en dat is daar de raad en de treffer. Gustafsson, Kramer. 3-0, Alcázar. Hier komt El Amadi. Wat is de kracht van dit Feyenoord geweest in de eerste seizoen zelf? Nou, ik denk de selectie die behoorlijk op niveau is, met name ook in de breedte. Ik denk de mentale weerbaarheid die groot is, want we zijn toch een heel aantal keren ook op achterstand gekomen waarin we ons weer terugknokten. Ik kan me toch wel herinneren dat we daar vorig jaar vaak wat meer moeite mee hadden. Als we achterkwamen, bogen we het niet zo gemakkelijk meer om. Dat hebben we deze seizoenshelft hebben we dat eigenlijk toch diverse keren gedaan. Dus er zit heel veel mentaliteit en karakter in de groep. Ik vind dat Giovanni van Bronckhorst het met zijn staf prima heeft gedaan. Het goed voorbereid, zeer gestructureerd werkt, rust uitstraalt, een bepaalde zekerheid uitstraalt en autoriteit. En nou, daar ben ik tevreden over. En die onoverwinnelijkheid, ja, die moet steeds meer komen. Die uitgaan van die krachten moet steeds meer komen. En de overtuiging dat er met name hier in de Kuip niks te halen valt. Nou, daar zijn we al een heel eind mee op weg. Want
Hier thuis hebben we natuurlijk alles gewonnen wat er te winnen valt op één wedstrijd na tegen Ajax. En die hadden we eigenlijk ook moeten winnen. Ja, en uit mag daar dan nog wel wat procenten bij. Nou, en daar moeten we keihard aan werken. En, dus, ja, dus de weerbaarheid, het karakter, de mentaliteit, niet tevreden zijn met een gelijkspel of met een kleine overwinning. Ja, en die koers moeten we door blijven zetten. Hoe creëer je dat, dat je ook in uitwedstrijden overtuigender kan zijn dan dat nu geweest is? Ja, door gewoon die overtuiging uit te blijven stralen, door scherp te blijven, door geconcentreerd te blijven. Ja, en als je kijkt naar het laatste half uur NEC, ja, dan zie je dat wegglijden. De concentratie, het onoverwinnelijke, het uitstralen dat je elk duel wil winnen. En dat zie je dan wegglijden en dan zijn we kwetsbaar en daar zijn we gepakt. En, ja, en dat blijft toch een tijdje door sudderen en met name in je hoofd. En dat is heel erg jammer. Ja, en dat zijn dan de lessen die je daaruit moet leren. Dat je dus gewoon tot de laatste, allerlaatste seconde geconcentreerd moet zijn en alles moet geven. En als dat even niet kan, ja, dat een ander dat dan overneemt. Hè? Want ik heb in mijn speech, in onze afsluiting die we hebben gedaan, ook gezegd van luister, we hebben een hele brede groep. Er zijn een aantal spelers in de eerste seizoenshelft nog niet zo heel veel aan het spelen gekomen. Maar je zult straks in die tweede seizoenshelft zien dat je juist op hun een beroep moet gaan doen. Want dan komen er wat schorsingen, dan komen er wat meer blessures. En dan de jongens die nu weinig gespeeld hebben, die worden straks super, super belangrijk. En je hebt dat nu eigenlijk in de eindfase al een beetje gezien, dat de jongens ook alweer hun kansen kregen. Ja, en die moeten zorgen dat ze dan die kansen ook gaan pakken. En als we dat als team kunnen blijven doen, dan gaan we dit seizoen nog een heel eind komen. Het is Feyenoord! Feyenoord gaat door in de beker! Over en uit voor Ajax! Wat was uw hoogtepunt van deze eerste seizoenshelft? Nou, daar overval je me een beetje mee. Maar goed, een hoogtepunt is altijd als je van Ajax wint. En je wint in de beker in de allerlaatste minuut. Ik vond dat eigenlijk wel een hoogtepunt. Wat ook wel wat een beetje karakteriseert wat ik net zei. Hè. We komen heel moeilijk aan het voetballen de eerste helft. Ajax is eigenlijk veel beter. Hebben we heel veel moeite mee. Maar de tweede helft proberen we het toch om te draaien. Dan komt er karakter. Dan gaan we de duels pakken. En we proberen het op onze manier. En dat hebben we ook omgedraaid. En uiteindelijk wordt het dan beloond met die 1-0 overwinning. En ja, dat vind ik dan wel een beetje typerend. Zoals wij deze seizoenshelft hebben gespeeld. En dat heeft dan ook resultaat gehad tegen Ajax. Ja, dat is zo een hoogtepunt. Hoe kijkt u nu vooruit naar 2016? Nou, met heel veel vertrouwen, met wetende dat die staf uitstekend functioneert, dat die zeer veel eisend zijn, dat wij een groep hebben die heel ambitieus is en die eruit wil gaan halen wat erin zit. Dat we een brede groep hebben die straks het verschil kan gaan maken op het moment dat we inderdaad wat problemen hebben met schorsingen of blessures. En dat we tot de laatste dag mee willen blijven strijden voor de bovenste plaats. En dat we in die beker natuurlijk heel erg ver willen komen en die finale willen gaan halen. Ja, zo kijk ik daar naartoe en ik denk met mij eigenlijk iedereen binnen Feyenoord. Zeker die beker, want als technisch directeur van Feyenoord heeft u twee keer eerder de kwartfinales bereikt. Maar ja, toen was PSV uit en Ajax uit, het eindstation. Daar kan je wel stranden, maar nu is het Rode JC uit. Dus ja, Er ligt iets moois in het verschiet. Er ligt zeker iets moois in het verschiet. En als je dan nog één keer een gunstige loting hebt, hè, want je hebt nog altijd Jupiler League tegen amateurclub. En wie weet, ja, sowieso, als je een halve finale speelt, dan ben je nog één wedstrijd verwijderd van die finale. Dus Rode uit winnen. En dan ben je inderdaad al een heel eind. Ja, dat moet iedereen zo aanspreken. Daar moeten we dus inderdaad vol voor gaan. En dan tot de allerlaatste seconde geconcentreerd en meedogenloos dat naar je toe proberen te halen.